Yes, welkom allemaal. Leuk dat jullie weer meedoen. We hebben vandaag een lekkere training. We gaan beginnen met de warming-up. Daarna heb ik 3 oefeningen voor activatie van de bilspieren, voor de core. Dan neem ik jullie mee in een lekker total body circuit. En vervolgens eindigen we met een cooling down. Zoals jullie weten, trainen bij Soda starten we altijd met dezelfde warming-up. Heb je die nog nooit gedaan? Doe dan lekker met mij mee. Doe je knie goed naar voren. Sluit de vingers. Maak je helemaal lang. Span je bilspieren aan. Heel goed. Vanaf hier. Zet de handen aan de binnenkant van de voet. Zet de 3 keer open. Hou voor de andere kant. Oké. Doe dan achter het hoofd. Blijf nog 3 keer open. Heel goed, oké. Kom met de tenen van de grond. Een lekkere stretch voor de kuiten en de hamstrings. Oké. Als laatste, been naar binnen. Steun eroverheen. Lekkerste stretch die er is, echt waar. Oké, gaat goed? Mooi. Gaan we andere been. Okay, gaan we weer naar achter. Weer uit. Billen aanspannen, helemaal lang. Oké, gaan we naar binnen. 3 keer. Oké, wissel van kant, andere hand. Hand op het hoofd, 3 keer. Gaan we naar de kuiten en de hamstrings. Op de grond. En de laatste, binnen binnen. Top. Lekker opgewarmd allemaal. Spiertjes los. Mooi. We gaan beginnen met 3 oefeningen voor activatie. En daarvoor heb ik nodig een band. Mini bands, heel handig. Powerbands, handig. Mocht je ze niet hebben, je kan ze gewoon bestellen. We beginnen met de eerste activatieoefening voor de bilspieren. Doe het elastiek onder de voeten, voeten plat. Trek hem over de knieën en ik hou hem vast bij de heupen. Dan, wat we doen, dus we komen op. Ik span goed mijn bilspieren aan en ik span mijn buikspieren aan tegelijk. En ik laat hem rustig zakken. We gaan voor 10 herhalingen.
Bij activeren willen we de spieren wakker maken, maar we willen ze niet vermoeien. De laatste. 10. Prima. Oké. Nummer 2. Meer voor de buikspieren, binnenste buikspieren. Stukje coördinatie. Wat we doen. Benen van de grond, 90 graden. Onderrug in de grond. Schouders van de grond. Ik strek mijn armen uit. Ik blaas heel rustig uit. Ik denk het linkerbeen, rechterarm omlaag. En ik kom terug. Het belangrijkste van deze oefening, hou contact met je onderrug in de grond. Dan gaan we voor 8 per kant. Doe het niet snel, hou de controle. Top. Nummer 3. Activatie. Wat we doen. We gaan rechtop staan. Schouders omlaag. Pak een onderhands grip. Duimen wijzen naar buiten. En wat ik doe. Spring band elastiek naar buiten. Ik hou hem 1 seconde vast. En dan komt rustig terug. Probeer de spanning erop te houden. Hou de schouders laag. Naar buiten. 1 seconde vast. Gaan we weer voor 10 herhalingen. Die spanning erop. De laatste, dat is 10. Prima, hoe voelt ie? Spieren worden wakker. Deze set gaan we nog 1 keer herhalen. Dus we beginnen weer met de bilspieren. We gaan weer voor 10 herhalingen. Onder de voeten. Oké. Hou hem vast bij de heupen. Belangrijk weer. Je komt op, billen aanspannen, buik aanspannen, rustig zakken. Je komt op, knijp zo hard mogelijk in je billen en rustig en de laatste. Top. Gaat het nog goed thuis? Mooi. Hier ook. Nummer 2. De dead bug. Schouders weer van de grond. Onderrug in de grond. Strek uit. 8 per kant weer. Doe het niet snel. Hou dat vol. Hou die onderrug in de grond. Belangrijkste. Soms
slikken, doorgaan, soms laatste. Door een lip, en soms helemaal niks. Ja. Dit is de leven, en ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het laatste oefening voor activatie, en dan gaan we ervoor. Let weer op, onderhandse grip. Schouders omlaag, borst open. Kom naar buiten, 1 seconde vast. Rustig terug, prima. Tien keer. Laatste. Vast. Heel goed, jullie zijn lekker bezig, top. Activatieoefeningen zitten erop. Neem even snel een slokje drinken. En dan gaan we door naar het circuit. Ik heb 4 oefeningen. En daarvoor gebruiken wij de powerbands. Mocht je ze niet hebben, je kan ze gewoon bestellen. Klaar voor? Slokje gedronken? Top. We gaan 40 seconden werken. Ik geef de tijd aan. 20 seconden rust om door te gaan naar de volgende oefening. 4 oefeningen. Na die 4 oefeningen hebben we 1 minuut rust. Het circuit doen we in totaal 3 keer. Klaar voor? Top. Oké, komt ie. Oefening nummer 1. De deadlift. Ga op het elastiek staan. Je knijpt je schouderbladen samen. Je komt op. Rug blijft recht. Billen naar achter. Zet de heup naar voren. Span de billen aan. Rustig zakken. Heel goed. Je hebt je spanning op de hamstrings. Bilspieren. Hou je borsten open. We doen nog 10 seconden. Heel goed. Prima. Oké. Dan hebben we 20 seconden om door te gaan naar de volgende oefening. Wat wij gaan doen. Oefening nummer 2. Is de push-up. Die kan voor sommige mensen al fitter genoeg zijn. Dan kan je hem eventueel op de knieën doen. Wil je hem nou moeilijker maken? Kan met een powerband. Doen we gewoon. Schouders weer laag. Schouderbladen knijpen. Rustig zakken. En duw op. Prima. Hou goed ook spanning op de buikspieren. Borst en heupen komen tegelijk omhoog. Heel goed. Elektrotechniek. 5 seconden nog. Yes, top. Lekker mensen, hou vol. We gaan naar oefening 3. Daar hebben we ondertussen nog 10 seconden voor. Breid je voor. We gaan werken aan de core en de hamstrings. Klein beetje bilspieren. Wat we doen. Tenenwijs omhoog, hak in de grond, elleboog in de grond, billen op, buik en bilspieren aanspannen. En dan brengen we 1 knie richting de borst. Heel goed. Hou die spanning. Hou die heup hoog. Blijf je buik aanspannen. Vijf seconden nog. Yes, oké. Dan gaan we naar de laatste oefening. Voor de rugspieren. Benen plat. Elastiek gaat om de voeten heen. Wat we doen, schouders laag. Borst open, rug recht.
Trek hem naar me toe, schouderbladen knijpen. Rustig terug, prima. Schouders laag houden. Heel goed, heel goed. Let erop. Laat de schouders niet opkomen. Hou ze laag. Hou de borst open. 10 seconden nog. Yes, top. En dat was ronde 1, mensen. Minuutje rust. Neem even wat te drinken. Dan gaan we zo door naar ronde nummer 2. Super handig dit toch? Lekker thuis, maar toch trainen. Yes, lekker gedronken allemaal, niet te veel hè. Gaan we naar ronde 2. Oefening 1. Yo, even wachten nog. Gebruik die rust. Oké. Oefening 1. De deadlift. Stappen er weer in. Schouderbladen knijp je samen. Schouders blijven laag. En we komen op. Heel goed. Lekker de spanning erop. Heupen naar achter. Rug blijf recht. En strek uit. Zakken. Op. En strekken. Prima. Zit op de helft. Hou die borst open. Heupen naar achter. En nog. Prima. 5 seconden nog. Boom. Oké, oefening nummer 2. Weten jullie hem nog? Heel goed, de push-up. We hebben nog 10 seconden, kunnen nog even op adem komen. Oké, komt-ie. Buik weer goed aanspannen, rustig zakken. 1 seconde vast, en op. Rustig zakken. Heel goed. Seconden. 3, 2, 1, prima. Nummer 3. Hamstrings, bilspieren, voor. Tenen weer omhoog. Elleboog aan de grond, billen op. En daar komt hij, daar gaan we. Hou goed die spanning in je koor. Hou je ribben bij elkaar. Kom er nog mensen, we zijn goed bezig, hou vol. Prima, oké. De laatste. Niet van je rust, nog 5 seconden. Schouders laag. Yes, komt ie. Schouderbladen knijpen, borst open. En rustig terug.
Cause I can't sing them in my lane. As long as my rent getting paid, I can care less with a bitch thing, huh? You in the club seconden. Gaat lekker. Eating good off your food stamp card. You made a killing last year off fraud. Heel goed. 5 seconden. Die schouder laten knijpen. Yes, top. Oké, minuutje rust mensen. Lekker bezig. We hebben nog 1 ronde te gaan. Heel goed. Handig hè, die bands. Zoveel heb je niet nodig. We kunnen thuis gewoon lekker trainen. Maar toch wil ik jullie wel snel weer zien. Ik mis jullie. Oké. Gaan we ons weer rustig klaarmaken. Voor ronde 3. Heel goed. Oké. Oefening 1. De deadlift. Schouders weer weg bij de oren. Schouderbladen knijpen. Je komt op. Stoot de heupen naar voren. Hou de borst open. Rustig zakken. Spanning erop. En strek uit. Heel goed. Laatste ronde alweer mensen. Hou vol. Heel goed. En er bijna. 10 seconden nog. Ik heb wel een hart, dus ik ben niet alone. Ik heb bijna 2 kids, ze geven mij bestaansrecht. Yes. Yes. Lekker. Oké. Nummer 2. Ga naar boven lichaam. De borstspieren. Altijd helemaal gelijk. Ze noemt me nooit monsieur, maar zo, but damn it, it sounds right. El gringo flamingo in Andalusië. Oké, komt ie weer. Handen onder de borst, schouders laag. Schouderbladen knijpen. Rustig zakken. 1 seconde vast. En stoot uit. Let op, borst en heup komen weer tegelijk omhoog. Heel goed. Blijf gaan. Hou vol. Wordt hij te zwaar? Ga op de knieën verder. 10 seconden nog. En tijd. Lekker bezig. Oefening 3. Niet van je rust. Kom snel een slokje drinken. We hebben nog 10 seconden. De mensen zijn mijn goal. En ik moet met ze op de foto. Life so motherfucking hard. Oké, komt hij weer. Elleboog in de grond. Teen omhoog, hak in de grond. Billen, buik aanspannen. Knie, richting de borst. Heel goed. Problemen echtjes. Hou vol. Hoofd is dom, lijkt op een reetje. Zijn er bijna. Money kort, veeg mijn reet er mee. 10 seconden nog. Vrouw, veel te oud. Hou die billen hoog. Span die buik aan. 5 seconden. 3. 2. 1. Veel te vaak. Gooi wat waars, altijd raar. Laatste oefening. Gaan we naar de rug. Oké, schouders omlaag, borst open. Schouderbladen knijpen, komt die laatste oefening. Rustig terug. Vast, knijpen. Als je mij toetrekt,
Laat uit. Heel goed. 15 seconden nog, hou vol. Vijf seconden. 3, 2, 1. Yes! Dit was onze circuit training voor thuis. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zet even de timer uit. Heb ik nog een kleine cooling down voor jullie. Even de hartslag laten zakken. De spieren weer op lengte brengen. Beginnen met de heupbuigers en de bovenbenen. Steun op de knie, 90 graden, achterkant 90 graden. Kom ik heel rustig naar voren. Kom mijn bilspieren goed aan. En ik hou hem vast. Probeer zoveel mogelijk te ontspannen. Focus op je ademhaling. Heel goed, oké. Wissel van kant. Doe je knie naar voren. Spanning op de voorkant. Billen aanspannen. Heel goed. Dan de rugspier. Zet op je handen. Hoofd omlaag. Goed direct voet. Net als je oksel. Brede rugspier. Ontspan je. Focus op je ademhaling. Oké, gaan we naar voren. Voor de buikspieren. Op. Ontspan. En achter. Laatste. Heel goed. Top. Zoals jullie zien, heel makkelijk trainen met de powerbands of de minibands. Je kan er eigenlijk bijna alles mee. Je haalt een sportschool gewoon in huis. Bedankt voor jullie bijdrage. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop ook dat jullie de volgende keer weer meedoen. Let op de gezondheid. Let op de familie. En tot snel. Finito. Ja, het is heel raar.